U wordt voor de dienst vooraf nog bekendgemaakt dat er tijdens de dienst 1 collecte zal worden gehouden ten bate van de Mbuma-zending en aan de uitgang 1 collecte voor de onkosten. Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. En mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. We noemden nu Psalm 73, vers 1. Voorgelezen het heilig woord des Heren en wel uit het boek der Psalmen, Psalm 68, van vers 1 tot en met vers 19. Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden, zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven. Gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden,
Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam, hoogt de wegen voor die die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere, en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die eenzamen zet in een huisgezin, voert uit die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt, toen gij daarin traat in de woestijn, Sela, daverde de aarde, ootropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidde ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. De Heere gaf te spreken. De boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg. En zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ene duiven, overdekt met zilver, en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg Gods, de berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen, een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, o de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zoeken we samen het aangezicht des Heren om een zegen te vragen over ons samen zijn. Heer, het is uw trouwe zorg dat u ons nog het levenslicht geeft en dat wij nog de adem mogen hebben en bovenal samen mogen zijn op de beste plaats die er op deze wereld te vinden is. Waarvan de dichter het zegt dat het de heilige gebouwen Gods is. Waarvan de dichter het zeggen mag dat hij daar iets heeft ervaren van die vrije gunst die eeuwig u bewoog, waarvan de dichter zegt dat hij verlangt
Of u dat nog eens weer in zijn leven zou willen schenken. En heren, dan zijn we op en onder de kansel en thuis niet anders geweest. In de tijd die achterligt, alleen al het laatste uur dat achterligt. Dan zijn we alleen maar aan het uitleven wat wij geworden zijn. Door onze diepe val in Adam. Onze natuur geneigd, God. En onze naasten te haten en Gods geboden met gedachten, woorden en werken te overtreden. En heren, u weet u vanavond op het allervolmaakst wie er nu van ons in het leven al eens gevoeld heeft hoe die banden van de zonden knellen. U weet, heren, wie er nog voor eigen rekening leeft. En dan kunnen we meelevend zijn en dan mogen we op de beste plaats zijn in uw huis. Maar heren, dan moet een godswonder in ons leven gebeuren. Uw woord zegt het zo eerlijk, tenzij de mens wederom geboren wordt. Hij kan dat koninkrijk Gods niet ingaan. En heren, als we dan vanavond nog zo rustig kunnen leven. En als we misschien wel eens indrukken hebben, maar verder kunnen gaan in het leven. En we ons nog zo thuis voelen op deze wereld. En het vreemdelingschap niet beleven, zou u dan vanavond eens willen laten zien wat dat betekent. Want als we niet delen in de vrucht van de hemelvaart van Christus. Dan zal het gemis van die glans ons een hellevaart geven. En dat is de ernst van uw woord. En dat is de ernst van de omstandigheden waarin wij samen zijn. En daarom mogen u vragen, Heer, of u dan vanavond door woord en geest nog eens voor het eerst zou willen stilzetten. Laten zien wat het betekent mensen zijn. Laten zien wat het betekent dat er één schreed is tussen ons en de dood. Laten zien wat dat betekent dat we allen geopenbaard moeten worden voor die rechter van hemel en aarde. En Heere, dan weet u ook wie er nu naar deze plaats gekomen zijn. En toen die 68ste psalm gelezen werd. En waarin David het zegt dat u die God bent. Die voert die in de boeien zitten. Uitvoert in de vrijheid die gevangen zijn. Dan weet u wie nu naar deze plaats gekomen is. En die de knieën thuis gebogen heeft. En waar het in het hart is, voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naams die heerlijk is. En scheld mij alle misdaan kwijt, o God die vol ontferming zijt. U weet, heren, waar de rust is opgezegd. Maar zou u dan ook eens door willen werken in die levens om te laten zien dat die rust alleen maar ligt in een ander. Dat is in het volbrachte middelaarswerk van Christus. Die rust zullen we zelf nooit meer kunnen werken met onze verandering, met onze verbetering niet. Maar die rust die wordt alleen geschonken waar vijanden met God verzoend worden. Uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. En heren, zou u dan zo in deze avond willen geven, die het nog zo zoeken bij het verbroken werkverbond, om door u een geest van alles afgebracht te worden en maar één ding over te houden. Om uit genade zalig te worden. En dat is niet uit de mens, maar alleen uit dat werk van u. En dan hebt u het beloofd, heren, naar dat welbehagen van eeuwigheid. Zolang zon en maan zullen zijn, zult u doorgaan met uw kerkvergaderende werk. Ach, heren, zou u dan ook nog vanavond met ontferming bewogen willen zijn. Maar u weet ook, heren, van uw volk en erfdeel. U hebt het gezegd in uw woord, ik weet waar gewoon daar, waar de troon des Satans is, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten, maar heren, die kerk moet zo inleven. Dat het niet alleen de Satan is, maar dat het ook de wereld is. Maar dat het nu bovenal dat eigen vlees is. Waarvan de apostel het zegt met al zijn genade die verheerlijkt is in hem. Het goede dat ik doen wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, heren. Zou u dan zo aan uw volk en erfdeel willen gedenken, zou u nog eens bij vernieuwing uit die boeien willen voeren, zou u ze nog eens een ogenblik willen vertroosten om te spreken tot die zielen, zie,
Ik ben uw heil alleen, maar Heer, u weet ook, als ze rijk en verrijkt geworden zijn, en als ze geen dingsgebrek hebben, en als ze zo kunnen leven op hetgeen geweest is in het leven, zou u dan die armmakende genade willen schenken om nu eens weer bij vernieuwing alles te verliezen? En zoals een Maria Magdalena, die een dode Jezus overhield om een levende Jezus te mogen ontmoeten, die de dood heeft overwonnen, ook voor haar, maar ook het mag horen, dat hij op zal varen tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Heere, zou u zo willen geven dat er ook nog een honger en een dorst mag zijn bij uw volk, en dat die opwas er mag zijn in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus. En Heere, dan hebben we nodig, of u nu voor het eerst arresteert, of dat u onderwijs geeft, dat u het woord opent. Want hoe zullen we dat toch kunnen, maar Heere, zou u dan met uw heiligt voor willen gaan? En zou u ook dan, Heere, uw geest aan dat woord willen paren? En dan hebben we op en onder de kansel ook alles waardig gemaakt dat u zou wijken. Maar dan zegt toch ook een David, neem uw heilige geest niet van mij en geef mij dan toch weder de vreugde uws heils. Heere, zou u dan zo nog deze avond willen geven wat nodig is in spreken en in luisteren. En zou er iets mogen zijn, Heer, dat alle zorgen, moeite en noden voor de tijd een ogenblik weg mogen vallen. En dat er maar één ding mag zijn onze ziel te zien in het licht van die grote godsontmoeting. En dat we de balans op zouden maken en de dood naast ons leven leggen. Om dan die vraag beantwoord te zien, wat heb ik dan in de verheffing van de Jordaan? Wat heb ik als vannacht de verderfengel langs zou gaan? Is dat bloed dan gestreken aan de posten van mijn hart? En zou u dan redenen willen nemen uit uzelf? Dat er vanavond een ogenblik een oase mag zijn. De dichter zegt het, hier wordt de rust geschonken. Die is in de wereld niet. Die is in de godsdienstige wereld niet. Die is alleen maar waar u kunt rusten in dat werk van Christus. En als dat nu eens toegepast wordt, voor het eerst of opnieuw in het leven, dan is er die enige troost en die rust. Hier het vette, zegt de dichter, van uw huis gesmaakt, een volle beek van welles maakt elk in liefde dronken. Heren, zou u zo de rijen en de paden willen doorwandelen? Gedenk aan de jeugd, Heere. Het zijn tijden waarover al gesproken wordt. Ziet, hier is de Christus. Zie, daar is de Christus. Het is een automatisme geworden dat we allemaal wel links of rechts om een hemelvaart zullen meemaken. Maar zou u toch willen geven dat de jeugd vastgehouden mag worden bij uw woord en getuigenis? Het ligt vast in het welbehagen van eeuwigheid. Een mens moet van dood levend gemaakt worden. En daar moet een godswonder in ons leven gebeuren. Dat u in het jonge leven de ernst zou willen geven. En te midden van alle verleidingen die meer en meer opgeld doen. En niet alleen de jeugd, maar ook bij de ouderen. Zou u ze dan toch vast willen houden? Laat de jeugd toch zien dat er nu één gelukkig volk is. Wiens God de Heer is, die worden na kortstondig ongeneugd. Eindeloos verheugd. U kent ze van middelbare leeftijd, Heren. Al zoveel goede jaren misschien voorbij laten gaan. Ach, zou u dan toch nog willen grijpen in het hart dat we niet doorgaan zonder u en buiten u. Maar dat u nog zou willen bekeren, ook op middelbare leeftijd. U weet, Heren, wie er oud en grijs geworden zijn onder de waarheid. U weet het. Waar de klok op 11:55 staat. En wat kan het dan bij het ouder worden wel eens zijn dat een mens gaat wanhopen? Zou het nog ooit in mijn leven kunnen gebeuren? Maar omdat het een godswerk is, daarom kan het nog, Heren. Zou dan nog een oude grijzaard willen grijpen in het hart? Zou dan nog die wankelend ter doding levend willen maken? En dat we niet zien op wie wij zijn, want dan kan het nooit. Maar dat u dan nog eens genade zou willen verheerlijken
in de harten van de ouderen. En dat er nog gehoord en gezien mag worden. Want dan zult u daar ook de eer van ontvangen en de zondaar ook de zalige baten. Mogen u den Buma-zending bevelen, Heer, het werk, het comité, zou ze willen gedenken dat er zegen mag zijn op die arbeid. Maar zouden we ook onze gezinnen daarin willen gedenken, Heer? Bewaar er ons voor dat we moderne evangelisatieposten moeten worden. Omdat de kennis kwijt is. En als de kennis kwijt is, dan zijn we een speelbal van de dwalingen. Geef toch ook in de gezinnen waar u verblijd hebt met kinderen zegen. Dat er iets mag drukken wat gezegd is bij het dopen. In die voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Zou willen geven te mogen zien dat het geleende panden zijn. En dat ze straks als vader en moeder zullen staan voor die grote witte troon. En dat er toch niemand scheen achtergebleven te zijn. De rouwdragende zou ze willen gedenken, Heer. Korter of langere tijd geleden zou er nog op neer willen zien. Wat kan het soms zijn dat de mensen om ons heen denken dat het verdriet al weg is. Of dat het zo lang geleden is. Maar dat de pijn zo gevoeld wordt. Gestaard op een lege plaats waar de stem niet meer gehoord wordt. De voetstappen niet, de persoon niet gezien. Ach Heere, zou u dan de rouwdragende staande willen houden. Ook die een kind naar het graf hebben gebracht. Zou u daarin, Heere, willen betonen dat u kunt en wilt troosten in het bijzonder. Met een enige troost die ook over het graf heen gaat. Zou u de zieken willen gedenken, Heere, mogen in bijzonder bevelen, weduwe ook. Ach, ze moet voor een operatie naar het ziekenhuis. Ach, zou u dan ook daarin willen geven, de cardiologen, de kracht, de wijsheid, het verstand. Om die operatie te mogen doen en dat ook het gewenste effect bereikt mag worden. U de genezing wilt geven, maar Heere, wij kennen haar niet. Maar zou u nu met haar mee willen gaan en dat ze zou mogen ervaren, die van verderf. Uw leven wil verschonen, dat is die hemelse medicijn, meester. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Het is nog, Heer, uw goede tierenheid, dat u nog deze roepstem en deze klop op haar hart geeft. Zou u het maar willen geven. Ook in het verdriet van haar weduwschap, maar dat ze mag ervaren dat u van haar af weet. Oudling van de Wendel mag vanavond weer in ons midden zijn. Hij heeft ook een harde operatie ondergaan, Heere. Wat bent u daarin ook de getrouwe? En dan komt die vraag, wat moeten we dan, zullen we dan de Heere vergelden? Voor al die weldaden aan ons bewezen. Zou hem samen met de broeders van de Raad der Kerk de kracht willen geven. In het lijden van de gemeente en daarin ook dat ze mogen ervaren. Dat die arbeid niet vruchteloos is. Wat zal het zijn tot blijdschap als het nog gehoord en gezien mag worden. Komt, luister toe dat er nog één die vrede, die enige troost heeft gevonden. Zou u, Heere, vanavond alle kopers en verkopers willen uitdrijven. Zou u willen geven onze gedachten gevangen genomen worden onder uw woord en onder uw getuigenis. De trouwste kerkganger is ook meegegaan, de kansel op, en hij zit in de kerkbank, de vorst der duisternis. Zou u hem willen schelden, Heere, en dat onze gedachten gevangen worden onder uw woord en onder uw getuigenis, maar zou u ook nog willen geven, Heere Hurs, en aan Aarons in het midden der gemeente, of als we thuis meeluisteren. Er hoeft er maar één in de kerk te zitten, die daar nu met een honger en een dorst is opgekomen, gewekt door uw geest. En dan zult u voedsel geven in uw bedehuis. Dat is uw eigen woord. En dat hebt u beloofd toen u ten hemel voer. En het kort daarvoor tegen de jongeren gezegd hebt. En zie, ik ben met u lieden alle de dagen. Tot de volleinding der wereld. Die kerk zou ze nog eens willen geven. Een honger naar dat voorwerp des geloofs. Een honger naar een opwas in de kennis en in de genade. Van onze Heere Jezus Christus. En dat er zo nog mogen zijn die daar in de kerk zitten. En die schooien om één kruimel van de tafel des Heeren.
dan zult u voedsel geven. Want Heere, als we rijk en verrijkt zijn, dan zal een verzadigde ziel ook alle honingzeem vertreden. Geef ons deze avond wat nodig is. Ga met uw heiligt voor, zou u de schriften willen openen. Uw geest aan dat woord willen paren. En Heere, dan is het toch alles tot eer van uw naam. Als er nog gewerkt wordt in het midden der gemeente, dat werk van uw geest, zouden we het dan mogen vragen om de eer van uw naam en om de zaligheid van de kerk, of u nog deze avond met ontferming bewogen zou het willen zijn. Help dan ook nog dit keer om Christus willen. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 47, het derde vers en het vierde vers. Psalm 47, vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En het vierde, zing des hoogste neer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom. Over het heidendom, hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgebonen. Wat er verder op Psalm 47, vers 3 en 4, ondertussen is er één collecte, waar de opbrengst bestemd is voor de Mbuma, straks bij de uitgang een collecte voor de onkosten. Zingen we nu Psalm 47, vers 3 en 4. Thank you.
Gemeente, Job die schrijft daarover in Job 19. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En Job wist niet alleen dat zijn verlosser leefde, maar dat hij hem ook straks terug zou zien. Omdat hij ten hemel is gevaren. En mag ik eens vragen, weet u dat ook? Dat uw verlosser leeft. Want Job zegt daar iets bij. Hij zegt dat ze dan na mijn huid dit mijn vlees doorknaagd zullen hebben. Hij zegt, ik ga naar het graf. En dat graf is niet het einde. Maar dan komt er een opstanding der doden. En dan wordt mijn ziel en lichaam verenigd. En dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dat gaat u doen, gemeente. Dat ga ik doen. En dan komt die grote vraag iedere dienst, iedere dag op ons. Dan mag Job weten dat hij God heeft leren aanschouwen in het leven. Het is niet zijn eerste godsontmoeting. Dan moet je daar vanavond je leven eens naast leggen. Jeugd, het begint niet met de Heere Jezus. Als God je een nieuw hart geeft en stilzet, dan ga je voor het eerst met God van doen krijgen. Dat heeft Job in zijn leven geleerd. En Job zegt, hij zal God aanschouwen. En hoe zal hij hem aanschouwen? Voor mij. En dat betekent niet in een plaatsbepaling. Maar dat betekent ten goede van mij. En dan wordt bijzonder gewezen op Christus en het werk van Christus. Is dat voor u ook straks? Duurt niet zo lang meer. Want of u nu 80 bent, wat is het geweest even? Of als je 60 bent, wat is het toch even geweest? En dan zal het zijn, in de plaats waar de boom valt, dan zal hij wezen, het zij het barre noorden of zoele zuiden. Moet vanavond beantwoord worden, nu zal het dan zijn, zal ik hem voor mij aanschouwen en mijn ogen zullen zien. En niet een vreemde. Gods volk gaat geen vreemd God ontmoeten. Gaat geen vreemd werk doen. En zullen hem kennen. Verheerlijk, dat is waar. En dan gaat Job zeggen, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Is dat bij u ook zo? Is dat bij u nu ook zo dat je zegt, ach, ze mogen heel de wereld van me hebben. Maar één ding, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. O Heer, wanneer komt die dag? Dat ik toch bij u mag wezen. Zie nu aanschijn gepreken. Hier beneden is het niet, gemeente. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, dat is waar men Jezus ziet. En hebben we allemaal een verlangen, dat hebt u en dat heb ik. En door onze diepe val in Adam is mijn verlangen om heel de wereld te hebben. Maar moet je luisteren, jeugd, als Noach uit de ark komt, ligt heel de wereld voor hem. Heeft die man, die kan heel de wereld pakken. En wat gaat die man doen? Gaat die man offeren. Omdat voor die man de wereld waardeloos is. Dat zal gemeente de meest van verre staan. En die het misschien nooit durft te zeggen, maar wel eens in de eenzaamheid op de slaapkamer tussen de Heer en de ziel. Waar nu alle lust en liefde heen strekt. Om altijd bij de Heer te mogen zijn. En dat de Heer nu die plaatsen bereid heeft voor de kerk. Lopen we vanavond samen bij stil te staan. In het bijzonder vanuit Psalm 68. En daarvan het 19e vers, Psalm 68, vers 19.
Maar Gods woord in onze tekst als volgt luidt: Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Om bij u te wonen, o Heere God. Dan zeg ik, kind, en dan vergeet je één ding, dominee. Want er staat iets tussen. Ja, ook de wederhoor. En nu vanavond dat werk, gij hebt. Het te midden van heel dat werk van de zaligheid. Zeg in één keer David, ja ook, wederhoren. En dat is gemeente nu het evangelie van vrije genade. Die naar God niet vraagden, naar God niet zochten. En dat vijanden met God verzoend worden. En dan hopen we daarbij stil te staan, bij Christus thuiskomen bij zijn vader. Met de hulp des Heren een drietal gedachten. In de eerste plaats de zegentocht die hij maakt. Iets van het tekstverband en gij zijt opgevaren in de hoogte. Onze tweede gedachte, de gave die hij uitdeelt. Er staat, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En onze derde gedachte, de woningen die hij bereidt. Ja, ook de wederhorige om bij u te wonen, o Heere God. Christus thuiskomen bij zijn vader. Onze eerste gedachte, de zegentocht die hij maakt. Psalm 68 is een psalm van David. David is getuige ervan dat hij ark lange tijd in de Filistijnenland geweest is. En nu wordt die ark weer opgevoerd naar Jeruzalem. Eindelijk naar Jeruzalem. Hij heeft zelfs zijn paleis maar in de tent, wat straks ook de tabernakel door Salomo, de tempel door Salomo gebouwd zal worden. En wordt hij opgevoerd. En die ark opvoeren, dat was een zichtbaar beeld van Gods gunst en gemeenschap. Die ark, daarin lag een vloekende wet. Dat verzoendeksel op de ark, dat sprak van bloedstorting, waar de zonde uitgewist was door het lam dat geslacht zou worden. En dat geslacht is. En gemeente, die ark, die moet er straks ook een keer zijn in u en mijn leven. Toen volk Israël door de Jordaan ging, kinderen, hoe kon dat ze daar droogvoets door kon? Dan zeg een kind vanavond, omdat de ark in het midden stond, dominee. Maar als die ark nu niet in het midden had gestaan, wat gebeurde er dan? Ja, dan zou je de Jordaan instappen en dan zou je zo met het Jordaanwater naar de Dode Zee gevoerd worden. En zo, gemeente, moet in ons stervensuur, als wij de voeten zetten in het kille water van de Dode Jordaan, de ark ertussen zijn. En dan kunt u begrijpen, dan heeft dat in het leven ook plaats gekregen. Dan heb ik die vloekende wet leren kennen. Maar ook die bloedstorting die er is in Christus. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En gemeente, dan kunnen we leven in tijden, dan zal het allemaal wel een beetje meevallen. Maar Gods woord is daar eerlijk in. Wat zegt Gods woord zelfs, daar zullen er velen zijn. Hebben we niet in uw naam geprofeteerd, de duivelen uitgeworpen? Ik ken u niet, van waar ge zijt. Weet je, gemeente, we leven in een tijd dat de velen niet meer vrezen. Maar die niet meer vrezen, die moesten nu maar eens gaan vrezen. En dat die nu die vrezen maar eens weer mochten geloven. En dan is dat nodig in ons leven, dat die ark er is. En dan kunt u begrijpen dat David, die bij deze dingen leefde, dat hij huppelde voor de ark, als die ark terugkomt. Hij huppelt en hij springt. Daar strekt zich al zijn lust en liefde heen. We hebben geen ark meer, kinderen. Maar we hebben wel Gods woord. We hebben wel Gods huis. En hebt u nu, toen zondagavond was, al met verlangen uitgekeken naar woensdag?
Waar huppelt u voor? Waar springt u voor? Waar bent u verblijd mee? Weet je, de dichter van Psalm 27 zegt: één ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mag wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Hè? Dan willen ze toch in die heilige gebouwen niet zien van die vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Kun je leven toetsen, gemeente? Waar strekt zich nu al uw lust en liefde heen? Dan is het toch een volk. En dan staan ze dan van verre als een tollenaar achter in de tempel. Maar die hebben toch één ding van den Heere begeerd. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. En dan strekt zich alle lust en liefde uit. En dan kun je begrijpen. Dan gaat David huppelen. En als die verblijdt. En als David dan verblijd is en die ark wordt opgevoerd. Dan wordt in Psalm 68 zijn gedachten vliegen alle kanten op. Heb je dat ook al eens in de kerk? Ben je druk met je verbouwing? Ben je druk met je verkering? Ben je druk met je nieuwe auto? Ben je druk met je nieuwe bedrijf? Ben je druk met je nieuwe orde? Ben je druk met je zorg? Nee, maar dat heeft David niet. Ze vliegen alle kanten op als het gaat om God en goddelijke zaken. Als David dan huppelt en die ark opgebracht wordt, dan gaan zijn gedachten in Psalm 68 zo terug. Hè. Ik zal de daden des Heeren gedenken. Hoe dat volk verdrukt was daar in Egypte. Hoe dat volk Israëls door de Rode Zee gegaan is. Terwijl God een weg baande waar geen weg was. Hoe de donder er was bij de majesteit, bij de wetgeving op de Sinaï, maar ook. Hoe tenslotte dat volk het Kanaan mocht binnenkomen. En in die gestalte van Psalm 68 blikt David terug wat de Heere gedaan heeft. En dan blikt hij ook vooruit, dan mag hij profetisch al ver zien dat Christus straks ten hemel zal varen en nu ten hemel gevaren is. Hè. Kijk, dan ziet David dat in Psalm 68, gij zijt opgevaren in de hoogte. Dan is dat volk thuis. En dan heeft David heimwee. Heimwee om omwonderen met Christus te zijn, dat is mij zeer verre het beste. Heimwee. En als je nu ergens heimwee naar hebt, dan moet je kennis hebben aan de plaats. En dan moet je toch ook kennis hebben aan de persoon. En heimwee, dan moet er een gemis zijn. Er waren vroeger mensen die zijn naar Canada gemigreerd en toen was het nog zo arm, konden niet meer terug. Ze zijn van heimwee gestorven. Heb je dat ook wel eens, heimwee? Gods woord zegt dat, dat gebeurt al in het eerste leven. De droefheid naar God wordt het dan genoemd. Werd een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Dan ga je over de wereld. En dan ben je aan de ene kant de meest ongelukkige, maar aan de andere kant. Dan zijn er die liefdestranen naar een God die het nooit verkeerd doet in je leven. Als de Heere je wedergeboren doet, wordt er dan komt daar in het leven. Als dat vanavond gebeurt, jeugd, dan word je de meest ongelukkige van grafvorst. Aan de andere kant een blijdschap die je met heel de wereld niet meer wilt ruilen. En dan moet je iedere keer in de kerk, moet je er altijd maar de dood naast leggen. Dan loopt iedere dienst een lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. En dan moet je ook jezelf onderzoeken en als je dat dan mist, dat dat nu brengt aan de troon der genade, Heere, red mij dan, eer ik sterf. Weet je, wat David daar heeft met Psalm 42. Als dat hert gejaagd, o Heere, al zo dorst mijn ziel ook zeren naar u, mijn God hooggeëerd, wanneer komt die dag? Dat ik toch bij u mag wezen zien, uw aanschijn geprezen. En gemeente, als je dat nu altijd hebt, dan ben ik niet jaloers op je. Maar als je het nu nooit gehad hebt, zou ik ook niet met u willen ruilen.
Dat is toch een volk. Die gaan hier een vreemdeling beneden worden. En die hebben die keuze met een Mozes mogen doen. Verkiezende, liever met dat volk Gods kwalijk gehandeld dan voor een tijd de genietingen der zonde in de wereld. Omdat ze mochten zien op de vergelding des loons. Is het in je leven al gebeurd? Daar keek die man in dat mooie witte paleis. Memphis schitterde van het witte marmer. En dat plagge hutje van de Hebreeën. Daar had die man een hele mooie functie. Hij kon net onder Farao komen. Farao kon er niet worden, maar wel. Een hele hoge functie. Schitterend generaalsuniform. Veel oorlogen gevoerd. En wat zegt die man? Dan liever dat generaalsuniform uit en met die bebloede rug van de Hebreeën mee. Omdat hij dan zag dat daar een loon achter ligt. Geen loon naar werken, maar genadeloon. Waar de eeuwige heerlijkheid achter ligt. De wereldgemeente, die vergaat een keer. Maar als de wereld vergaat, moet die vergaan zijn eerst in je leven. En anders is het te laat. En vraag dan toch die keuze met een Mozes. Hè. En dat is nu iets wat David dan hier ook mag hebben. Die heimwee naar huis. Want we leven in de tijd, het is hemelvaart geweest. Zondag was het weeszondag. En we open zondag, als de Heer het geeft, Pinksteren te herdenken. Maandag is de tweede Pinksterdag. En nu met de kerkelijke feestdagen, met kerst kan de wereld nog wel iets. We kunnen ze nog een kribbe maken. We kunnen een beetje versieren. En als het gaat om Goede Vrijdag, dan kun je dat nog naspelen. The Passion of Christ, godslasterlijk. Met Pasen kan men nog iets inbeelden. Maar met hemelvaart wordt het al moeilijker en Pinksteren helemaal. En kinderen, wat betekent nu eigenlijk? Gij zijt opgevaren in de hoogte. Als je nu zou zeggen met een paar woorden, wat betekent hemelvaart voor Gods volk? Wat is er toen gebeurd? Toen heeft de kerk, die een verzoend vader had met Pasen, weer een thuiskomen gekregen bij vader. En daar is Christus de plaats aan het bereiden, waar we straks de eerstgeving de derde gedachte zien. Die woningen zullen zijn. Hè. En dan zal ik dat proberen ook. Ik ben blij dat er ook jeugd in de kerk zit. Dat is geen betere plek. Hè. Maar een voorbeeld van concentratiekamp. Er waren mensen in de oorlog, die zaten in een kamp. En toen werden ze bevrijd. Door de Russen of de Amerikanen of Canadezen. Zouden die mensen blij geweest zijn? Ja, zegt natuurlijk waren die mensen blij. Maar hadden die mensen daar genoeg aan die blijdschap? Dan een kind, nee. Ze wouden weer naar huis. Waar ze weggehaald zijn, gedeporteerd. Weer die mensen ontmoeten die ze kenden voordat ze weggevoerd zijn. Om daar weer in de gemeenschap te zijn. Kijk, en zo is er nu met eerbied gesproken, jeugd. Als het gaat om Gods volk. Ze hebben dat vaderhuis zelf verlaten. En alles hier in deze wereld, dat is dwaal als een schaap in het rond. En altijd maar dat weerbarstige oude bestaan. En dan bij tijden er eens onder mag komen. Dan wordt het toch verlangen dat het hier niet is, maar weer teruggebracht te worden. In dat vaderhuis met zijn vele woningen. En dan gaat het die mensen niet om de hemel. Maar het gaat om de God van de hemel. En dan gaat daar de wens volkomen worden. Dat ze niet meer hoeven zondigen. Dat ze niet meer kunnen zondigen. En dat ze God even groot mogen maken. En voelde je dan. Zoals die mensen die weggevoerd waren. Die kunnen wat vertellen in het leven. Die konden vertellen waar ze gearresteerd zijn. Die konden vertellen waar ze gezeten hebben. In de boeien, in de kampen. Die konden vertellen hoe de eerste ruimte kwam. Maar toen waren ze nog niet thuis. Ze kunnen vertellen hoe ze naar thuis gebracht zijn. En ze kunnen vertellen. Heel die weg. Omdat ze dat niet gelezen hebben, dat hebben ze niet gedroomd, hebben ze beleefd.
En mag ik nu eens vragen in uw leven. Hoe ver kun je mee? Want er zijn veel mensen die spreken over een hemelvaart. Die spreken over een thuiskomen. Maar die zijn nooit gedeporteerd geweest door God de Heilige Geest. Daar grijp ik zo mee. We kunnen met een tekstje niet sterven. We kunnen met een verandering en een verbetering in het leven niet sterven. Maar dat zal in het leven gebeuren dat God een afgesneden zaak doet. En daarom, ga toch eerlijk met uw ziel om. Want als we niet delen in wat hier staat op gevaar in de hoogte. Je zou het bijna niet zeggen, maar gemeente, dan komen we een hellevaart. Het van twee in één. En dan zijn wij nog in het heden der genade. En daar is helemaal niet zoveel voor nodig. De catechismus zegt, als het gaat over de troost van de opstanding des vleeses, dan staat er zo'n tussenzinnetje, dat de ziel van stonden aan bij sterven, bij God is. En dat betekent gemeente, voor u, voor mij. Als om 8:30 de klok slaat dat onze genadetijd over is, dan zit daar niets tussen. Dan is het staan voor de rechter van hemel en aarde. En daarom toch in het leven eerlijk om te gaan. Heb ik dat dan geleerd? Dat ik in de boeien lag. Heb ik dat dan geleerd? Alle schade en drek te achten. En daarom zie je ook, wel wordt dat volk juist bestreden. Waarom? Als ze dan op de vruchten van hun leven zien. Wie ze hadden moeten zijn. En wie ze nu zijn. En dan hoef je niet meer bij dat volk aan te kloppen. Maar dan gaan ze zelf wel zeggen. Heer, is er nooit wat in mijn leven gebeurd? Bij de oude dominee J. Karels had je een man. En die kwam dus op de stoep staan en belde hij aan. En dan deed dominee Karels de deur open. En zei die man tegen de dominee. Ik geloof niet dat je bekeerd bent. En zei de dominee. Je bent mijn kameraad. Want daar loop ik nu ook. Iedere dag mee. Hè? Loop je daar nu ook mee? En dan zal voor die kerk eeuwig meevallen. En toch ze krijgen hier wel de voorsmaak van wat het straks zal zijn. Maar de volle vreugde straks. Gij zijt opgevaren, staat er in de hoogte. Dus die ark, die wordt dan naar de berg Sion gebracht. Maar David ziet het verdere, de hemelvaart van Christus. Hoe kwam dat die ark weer naar Jeruzalem gebracht moest worden? Dat is een kind, dat is vanwege de eigen dwaasheid van de Israëlieten, dat die ark in de Filistijnen handen viel. En daar voelt de gemeente het beeld van. Die ark, die is eerst weggevoerd geweest, voordat die weer opgevoerd kon worden. En zo is het nu ook in het leven van een mens. Waarom, gemeente, is het hemelvaart? Omdat Christus eerst ten helle gevaren is. En waarom moet de ark weer opgevoerd worden? Omdat hij eerst weggevoerd is. En dat was nu wat wij hadden in Adam. Daar waren we in Gods gemeenschap. Daar waren we in Gods gunst. Hè. En als die nu hier weer opgevoerd wordt, dan ligt dat verankerd in het welbehagen. Dat er een gemeente verkoren is. In het werk van Christus wat hij verdiend heeft. En in het toepassende werk van Gods lieve geest. En toen is Christus eerst nedergedaald. En gemeente, dan wordt dat tot verwondering van heel de kerk. Ga maar eens vragen aan Mephibozet. Wat heeft u bewogen om te zien naar een dode hond als ik ben? Dan wordt Christus dierbaar in de gangen van de vernedering. Waar ik de hemel gesloten heb. In mijn bondsbreuk in Adam. Dat God de hemelen heeft willen scheuren. En zijn geliefde zoon naar deze door de zonde vervloekte wereld heeft willen zenden. Er is geen andere weg, er is geen andere naam. Maar dan blijft er alleen maar over. Wat heeft u bewogen? Spelende voor het aangezicht van zijn vader. Met eer en eerlijkheid, de engelen die hem daartoe zongen.
en willen hangen op Golgotha's vloekhout. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Weet je wat het avondmaalsformulier ervan zegt? Deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u dag anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik de hellevaart willen maken, om u de hemelvaart te schenken. Hè? En kijk, en we waren er in Israël toen die ark werd opgevoerd, iets gezien van wat het inhoudt. Nu waren de mensen die het koud. Ja, nou, die ark is terug. En die Michal, die spot zelfs met David, die huppelt voor de ark. En hoe staat het nu met uw gemeente? Wij hebben dan geen ark, nogmaals. Maar we hebben wel Gods heilig woord. En als de Heer met zijn geest eronder werkt. Het grote voorrecht geboren te zijn op de erf van het verbond. Ook de grote verantwoordelijkheid. Maar dat wij nog in het midden mogen hebben, waar wordt gewezen op de wet zondagsmorgens. Waar wordt gewezen op de vergeving der zonden in Christus. Hè? En wat doet het nu? Kun je dan gewoon rustig doorleven zonder God in de wereld en geen hoop hebben. Hè? Dat het toch eens u aan zou grijpen door Gods geest en u zou arresteren. Hè? Maar ook Gods volk, hoe is het in het leven geweest toen u gearresteerd werd? Toen de Heer u te sterk werd? Toen u dat God kwijt was en dat om eigen schuld? Mee bij hoor. Dat geschiet niet in een hoek, gemeente. Dan over de wereld. En gemeente alleen maar één ding. Dan zit de dood je op de hielen. Dan ga je verbeteren, ga je veranderen, dan ga je preken lezen, sla je geen kerkdienst meer over, word je zo'n twee mens vechten. Hè? En dan is het ook nog een zoete tijd en een goede tijd. En dan meent de mens, die hier met God van doen heeft gekregen, dat die mens nog uit de werken der wet zalig zal worden. Dan kun je wassen in de tranen. En dan zijn die tranen je tot spijs. Maar gemeente, het is Christus niet. En waar moet de Heere dan een weg gaan? Om een onveranderlijk, onverbeterlijk mens maar één ding over te houden. Dat het verloren is. En dat hij nu nooit meer bekeerd kan worden. Want de Heere gaat geen wet en evangelie mengen. Maar waar het einde der wet gekomen is. Dan gaat het evangelie spreken van vrede. Heeft die kerk meegemaakt, de kerk van hemelvaart in hun leven? Onderscheiden opgezocht. De een hier, de ander daar. En ze wisten waar ze het lam hebben mogen volgen. Johannes 1 staat, het was omtrent de 10e uur. Ze kwamen en zagen en bleven die dag bij hem. Dan zijn ze meegegaan. Ze hebben onderwijs gekregen in het profetische werk. Ze hebben onderwijs gekregen in het hoge priesterlijke werk. Hoe hij gestorven is, hoe hij weer is opgestaan op Paas. En waar waren ze nu blind voor? De hemelvaart van Christus. Daar stonden ze voor. Dus een volk waar de schuld verzoend is. Die een verzoend vader mogen hebben. En ze waren blind voor het thuiskomen bij de vader. Daar staan ze op hemelvaartsdag. Zult ge nu het koninkrijk wederom oprichten? En nu vraag ik vanavond, als er nu een volk in ons midden is, die dat niet durft te ontkennen, waar het kerst werd in het leven, ze kwamen en zagen en bleven die dag bij hem. Dat zal geen leed ooit uit het geheugen wisselen. Dat komt wel op de zeef, dat is iets anders. Maar dan kun je de plek aanwijzen, kun je de tijd aanwijzen. Hoe lang is het nu geleden? Hoe lang is dat nu geleden? Kun je daar nu nog altijd uit leven? Kun je daar nu altijd mee in leven blijven? Of ben je nu in een nader gemis gekomen? Want gemeente, dat gaat toch ook bij de kerk. Als je er nu altijd bij kunt leven.
dan zou je al de hemel op aarde hebben. En Gods woord zegt toch iets anders. Ik zal me doen overhouden, een arm en een ellendig volk, om op de naam des Heren te betrouwen. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Er zal toch in het leven een tijd komen dat dat kind staat naar de opwas. En is dat ook, gemeente, niet de donkerheid van onze tijd? De een heeft dit en de ander heeft dat. En ik zeg niet dat het niet van de Heer is, maar we kunnen er zo mee in leven blijven. Weet je waar je nu maar veel moet vragen? Om armmakende genade. En nu maar veel in de beleving dat bestaan van een Asaf. Ik ben een groot beest bij je. En dan kan de Heer overkomen. En dan kan de Heer nog eens een ogenblik laten zien voor die beesten dat hij ze ook verder leidt. Dat hij ze niet alleen opgezocht heeft, maar ook leidt naar uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Kom, hoe is dat in het leven? Wanneer heb je voor het laatst nog weer leven aan de ziel gehad? Hè? Dat mag wel voor de kinderen. Ik had een tante. Ze was al weduwe. En ze mocht weten waar de schuld gebleven was. En ze zat zo in de banden, ze had een Maranatha. En toen bezocht ik haar, ik zeg, tante Dika, maar je weet toch wat er gebeurd is waar je schuld gebleven is. En ze wist een plekje op de Akkerdijk aan te wijzen waar dat gebeurd was. En toen zegt ze tegen me, heeft vanmorgen gegeten, jongen. Ik zeg, ja. Had je niet hoeven doen, zegt ze. Maar je hebt vorige week toch ook al gegeten. En voel je dan? Dat was nu een volk en die hadden dat wel beleefd in het leven. Maar die gingen daar niet mee op de straten, maar die konden dat ook niet vasthouden. Dat moest nu altijd maar weer door een Here vernieuwd worden. Weet je wat een man zei? Die zei altijd, het moet weer Koninginnedag worden, dan mag de vlag naar buiten. En als het weer voorbij is, dan moet de vlag weer opgeborgen worden. Tot de koning weer feest maakt, hè. En dat nu die vraag in het leven, als daar nu vanavond over gaat, hè, om nu ook te mogen vragen, Heer, zou ik dan mijn roeping en verkiezing vast mogen maken? Als je een Petrus ziet, hoe was het met vloeken en eetsweer? Hoe was het in Johannes 21, nog soms, zo van de wind, gins en weder gedreven? En ga dan eens zijn brieven lezen, waar de Heer die gangen vastgemaakt heeft. Wat zou het ook volk voor de jeugd en voor de kinderen nog tot een reuken zijn als ze zouden mogen zien dat Gods volk dicht bij de hemel leefde. Dan zou het een zoutend zout en een lichtend licht wezen. Hè? En we leven in de tijd dat deze jongeren dat mochten leren, de kerk het mocht zien. 40 dagen zijn nog geweest en een wolk nam hem weg, daar ze het zagen met hemelvaart overdag. En dat is wat hier staat, ge hebt gaven genomen, ge zijt opgevaren in de hoogte, de zegen toch die hij maakt, onze tweede gedachte. Als het gaat over de gaven die hij uitdeelt, dan staat er, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Daar gebruikt David een beeld van een koning die een veldtocht had gehad en een koning die een overwinning had behaald. En zo'n koning die bond dan de overwonnen vijanden aan zijn praalwagen. En dat werd dan publiekelijk getoond tot meerdere eer en glorie van de koning. Maar ook tot troost van de toeschouwers en tot vreugde. Hè? En dat is het beeld wat hier Gods woord gebruikt. Gevangenis, gevankelijk, gevoerd. Als ik Colossense 2 lees, moet het thuis maar eens nalezen met de kanttekeningen. Colossense 2, vers 15. Dan worden er eigenlijk drie grote vijanden genoemd. Die aan de praalwagen gevoegd zijn. De Satan. Hij heeft daar de Satan op Golgotha verslagen. En gemeente, mag ik eens vragen, is dat nu ook tot troost voor u? Nee, het is niet alleen de Satan, dat is waar. Maar wel als die helle hond de kerk benauwt. En als ze in de boeien en in de banden liggen.
om dan eens te mogen zien dat hij u wel op de zeef kan brengen. En dat de Satan zeer begeerd heeft u te ziften als de tarwe. Maar ga dan eens mee naar Psalm 68, vers 19. Daar ziet u de zegenwagen van koning Jezus. Daar is die gebonden, die helle hond. Waar die kerk wel eens zingt, twist met mijn twist is hemel, Heer, ga mijn bestrijderen toch de keer. En als ze dan een ogenblik door het geloof mogen zien. U zal geen kwaad wedervaren, geen plaag zal uw tent naderen. Want dan zal eens een engelen bevelen dat ze u op de handen dragen, omdat gij uw voet aan geen steen stoot. Je kunt op de leeuw en de adder, je zult het alles vertreden. Hè? En dat is nu gemeente waar David het oog op heeft, de Satan gebonden. Maar de Colossensebrief schrijft nog iets. De zonde, die vloekende wet, die schuld, waar de Heer in het begin van het leven u stilzet waar. Bij je hoofdzonde. En wat ga je dan doen? Dan ga je de Heer beterschap beloven. En dan gaat je hoofdzonde eraan. En je gaat werken. En dan laat de Heer hem er soms ook nog even onder. En dan in één keer laat de Heer weer zien in je leven. En dan word je door het kwade licht verrast. En dan lig je daar weer. En dan is het weer een stroom van ongerechtigheden. Had overhand op mij. En dan gaat de Heer ook meer en meer in het leven de zonde voor ogen stellen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Gemeente, ik zou heel blij zijn als ik nooit geen zonde zou hebben gehad. En toch jeugd. Daar kun je nu niet onbekeerd worden. Want dan hebben we nog erfzonde. Al zou u nu heel uw leven nooit gezondigd hebben. In één keer op zaterdagavond een verkeerde gedachte toen u 18 was. Dan was het al kwijt. En als u dat nu ook nog niet gehad had. Dan is het al vanwege onze erfzonde kwijt. En dat is nu de ernst, gemeente. Van nature dan meen ik dat ik het nog wel een beetje bij het paadje heb. Dan krijg ik er dit wel eens een beetje onder en dat een beetje onder. Nou ja, niet een mens heeft zijn zwakte. En dan kan ik soms nog neerkijken op een ander. Maar als de Heer nu waarzaligmakend komt te overtuigen en de schuld brief thuis brengt. En je wordt 's nachts wakker en dan is het mijn zonden. Zie ik mij steeds voor ogen zweven. En een heilig en een rechtvaardig God, ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Nou, niet meer te weten. En kom, gemeente, ga dan eens mee naar de praalwagen van koning Jezus. Niet alleen de Satan, maar ook de zonde, gebonden aan die waag. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. Geen zonde in zijn Jacob meer te zien. Geen overtreding in zijn Israël. Zwart als de tenten Kedars geweest. En dan, door het goddelijke oog belonkt weer met die schoonheid pralen. Kun je dat begrijpen? Zo vies te vies om aan te pakken van de zonde. En dan straks voorgesteld te worden als een reine maagd. Zonder vlek en rimpel, evenals had ik geen zonde. Gekend nog een. Voel je dan, daar is toch de eeuwigheid voor nodig. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan, dat is er nog één gebonden aan de wagen. Dat is de dood. Die dood die daar nu is weggevoerd. Die dood die de kerk zo kan benauwen. De dood die ze verdiend hebben. Maar daar hebben ze mee leren rekenen in hun leven. Ze gaan geen vreemd God ontmoeten, dat is waar. Maar ze gaan ook dat sterven, hebben ze in het leven geleerd. Dat overkomt hun niet. Dat loopt gemeend met de dood in de schoen als de Heer in je leven komt. En dan hij gemeente niet zo breed meer. Dat kun je toch begrijpen. Als een dokter zou zeggen in een witte jas, dan geloof je het. En als het een zwarte jas is, dan laten we het liggen. Behalve als nu Gods geest erin meekomt.
En wat is sterven en God ontmoeten. U zegt, dat is helemaal niet zo'n aangenaam leven. Als je dan elke dag maar denkt, ik moet sterven. Maar gemeente, gemeente. Is dan wel aangenaam om voor de wereld te leven en de ogen op te slaan in de rampzaligheid. Vraag toch aan de Heer of je mag leren wat het betekent mens te zijn. En dat we alle openbaard moeten worden voor die rechte stoel van Christus. En dan is ook voor Gods volk hoor de dood, de koning der verschrikking, de bezoldiging der zonde. Moet je maar niet licht overdenken hoor. Want dan worden ze opgeroepen. En gemeente, dan moet het blijken dat dat werk waar geweest is. Als een Bunyan zegt dat alle hemelklokken zullen luiden, geloof je dan dat het volk er altijd zo ruim heeft? Maar toch, wat kan het soms? Het kan soms zijn dat ze zo'n teernauw leven hadden. En dat het een ruim sterven gaf. Dat er van Gods volk waren die vroegen, is dit nu sterven? Dat er van Gods volk waren die daar wachten, heren, komen nu me halen. En weet je, ik vind dat wel erg voor ons, onze jeugd. Vroeger had je een reis ouderling kosten, die mensen zijn er dan niet meer. Hè? En ik weet, die God is er nog wel. Dat... Maar die man die zat op het einde te wachten tot de Heer hem kwam halen. Die was losgemaakt. En ik had dat nog nooit gezien, kinderen. Maar dan zit iemand te wachten tot de Heer hem komt halen. En jeugd, dat gebeurt nog. Die ouderling die midden in de nacht zei tegen de zuster, je moet mijn dochter opbellen. En het was een man, was nooit zo van veel woorden. En wat hij geleerd had in zijn leven, dat kende hij, maar hij zei, ik sta nog voor zoveel zaken. En midden in de nacht moet de dochter opgebeld worden. En toen zegt hij, ik zie de hemelpoort geopend. Maar moet nog even wachten, ik mag nog niet naar binnen. Een weekje later is hij afgereisd. En voel je dan gemeend? Als nu die mensen worden weggenomen, nogmaals, die God is er nog. Waar moet onze jeugd dan jaloers op worden? En volk des Heren, gaat er dan van u nog iets uit? Kunnen ze dan nog bij u zeggen dat ze ja, toch gelukkig zouden zijn als ze dat leven kenden? En nu zagen we die zegenwagen, de Satan gebonden, de wet met het vloed bedekt en daarachter nog ook gebonden de dood. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En de Heere heeft hem overwonnen. Mag ik eens vragen, hoe staat in uw leven? Kent u dat in uw leven? Nu jaagt de dood. Geen angst meer aan. Nee, nogmaals, niet meer goedkoop overdenken hoor. Betekent wat? Opgeroepen te worden voor Gods aangezicht. Dat mag wel eigenlijk dan een voorbeeld geven voor de jeugd. Er was eens een zendeling. En die was daar in Afrika, dacht in Afrika, hou het doen. En toen kwam er zo'n inboeling, een scorpioen. En toen vroeg die zendeling, die vroeg, ben je niet bang voor dat dier? En toen liet hij het zien, toen zegt hij, kijk, de angel is eruit gehaald. De angel is eruit. Het dier is er nog wel. De verschrikking is er nog wel. Maar de angel was eruit. En we rekenen dat dan zo iemand op een zendingsveld mocht zeggen dat zo de prikkel van de dood in Christus zegen toch uit zijn leven was weggehaald. Hè? Het zal het zijn, hè? Dat die mensen waar de Buma-zending mag werken voor zullen gaan. In het koninkrijk Gods. Hè. Die zegenwagen te mogen zien als een verlorene. En die gebonden vijanden. En dan staat erbij. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Gij hebt.
Als je de tekst leest, gij zijt, gij hebt. Wie heeft er iets gedaan? Daar is niks van een mens bij. Die tekst die druipt hier van vrijmachtig en volle werk Gods, van een drie-enige God. En dan staat er, gij hebt, dus dat ligt alleen in Christus, gaven genomen om uit te delen. En nu die gaven die hij genomen heeft, die heeft hij op rechtsgronden verdiend. Een kind op school kan wel eens mogen trakteren of uitdelen, heeft het van vader gekregen of van moeder. En nu met eerbied gesproken, Christus heeft dat rechtmatig verdiend. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En die gaven zijn verdiend in de gangen van de vernedering van Christus. En in de gangen van de verhoging. En dan worden ze uitgedeeld. Nou, en als je iets gekregen hebt in het leven, er is iets aan je uitgedeeld. Dan weet je wat je gekregen hebt. Dan weet je van wie je het gekregen hebt. Hè? En dan kun je omschrijven wat het nu inhoudt, wat je gekregen hebt. Hè? Dat wat, wat we net zijn. En ga nu eens in uw leven na. De gave die Christus verdiend heeft. De nederige geboorte, waar begint hij? In Bethlehem? Nee. De gave dat hij verdiend heeft 9 maanden voor zijn geboorte. En daarin heeft hij voor de kerk de parel geweven. Dat ook de erfzonde weggenomen is. Als David dan zegt, van het uur van mijn ontvangenis af ben ik verloren. Dan wordt het licht op die gave van Christus gesteld. Dat hij daar de erfzonde heeft weggenomen. Wat denkt u van de gave dat hij het uitriep? Het is volbracht. De prijs betaald. Het werk van de Vader volbracht. En dat hij dan opstaat en zegt, Vader, ik wil dat die bij me zijn die gij mij gegeven hebt. Ze waren de uwe. In de raad des vredes, in het welbehagen van de eeuwigheid. Gij hebt mij dezelfde gegeven. Voelt u dan, dan wordt Christus in de gave die hij verdiend heeft. Schittert hij. Ga nu maar eens in de catechismus nalezen. Wat nut u, wat nut u, wat nut u, wat troost u de wederkomst van Christus. Iedere keer weer. Hè? En dat is nu waar hier ook de tekst op wijst. De gave die hij verdiend heeft. En dat heeft hij nu gedaan om uit te delen. Onder de mens. Daar staat het woordje Adam in de grondtaal. Aan een wederhorig kroon. Zou u vijanden trakteren? Zou je ze trakteren? Zou je voor vijanden je leven geven? Wat had niet het eeuwig wonder? En hebben die mensen die God naar het leven stonden, de gave in Christus ontvangen. En dan komt hij nog toe te roepen. Als hij preekt in Nazareth, in Lucas 4. Dan zegt Christus het, de geest des Heer is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. En hij mij gezonden heeft. Dat gaat over heel dat middelaarswerk. Om armen het evangelie te verkondigen. Dan vraag ik of er vanavond nog een arme sloeber in de kerk zit. Om te genezen, gebroken zijn van hart. En om met een gebroken hart opgekomen. Die wil hij nu verbinden in hun smart. Er staat om de gevangenen te prediken, loslating. Om de blinden het gezicht te geven en de verslagenen heen te zenden in vrijheid. En dan staat gemeente nog zondag aan zondag in de leesdienst of als een predikant voorgaat. De marktkoopman van vrije genade te roepen. Dat je nu niet om geld, maar dan kun je wijn en melk krijgen, om niet. En dan staat hij daar te roepen, wend u naar mij toe en wordt behouden. En gemeente dat het toch in het leven zou mogen zijn. Om niet eerder te rusten, voor ik daar nu
deel aan heb. En dan zal het toch ook voor die kerk zijn, als er nu gaven zijn, om uit te delen onder de mens. Het is God vrijmacht om de ene arme sloeber te raken en de ander ver door te leiden. Maar dan gaat er toch, gemeente, dat verlangen gebeuren om meer en meer te mogen leren in het leven. Om op te wassen, niet om de bekeerde man of vrouw te worden, maar dat God de eer erdoor zou kunnen en mogen ontvangen. En dan moet je ook eerlijk met je ziel omgaan, gemeente. Kan zijn dat de Heer in uw leven krachtig gesproken heeft. Dat er heel veel veranderd is. Maar kun je daar nu rust in krijgen? Durf je nu af te reizen met die tekst? Durf je nu af te reizen met dat versje? Durf je af te reizen met die conscientieovertuiging? En gemeente, dan zal er toch nooit eerder rust kunnen zijn in het leven dan waar God gerust heeft in het middelaarswerk van Christus. En dan weet ik, het ligt vast in de wedergeboorte. Maar als u het vasthouden, jeugd, dan zei dat oude volk altijd, dan kan er buiten Christus nog alle kanten op. Waarom deden ze dat? Om dat volk dan maar te klappen te geven. Nee. De dag de kleine dingen niet verachten. Maar om ze nu uit te drijven. Om die armmakende genade te krijgen. Om die vastheid die er ligt in Christus te ontvangen. Ik heb het laatst in mijn gemeente gezegd. Je kunt in de gevangenis zitten. En je kunt even gelucht worden op de buitenplaats. En dan kun je de hemel zien. En dan kun je wel even dromen. En dan kun je wel menen dat je vrijheid hebt. Maar kinderen, waar ben je dan? Dan ben je nog in de gevangenis. En zo is toch ook in het leven, als het gaat over de onderscheiden stand in de genade. Dan gaat die kerk toch vragen om daarin eerlijk onderwijs te krijgen op de school van God de Heilige Geest. En gemeente, dan is een vingerhoed vol en dan is een emmer vol. En dan zullen er in 2022 ook nog bedelaars sterven. Maar die praten niet als een groot grondbezitter. Die zullen ook als een bedelaar, als het gaat over de dingen van de eeuwigheid, over de wereld gaan. Hè. Onderscheid is er, gemeente, in de mate van het geloof. En naar de mate van de honger die er is, naar de gerechtigheid, zal de verzadiging van vreugde zijn. En daarom ook de vraag om nu in de Here geleid, door de Here geleid te worden. En om nu ook juist dat plaatsmakende werk te mogen hebben om op te wassen. En die roeping en verkiezing vast te mogen maken. Hè? Onze derde gedachte, we gaan eerst zingen. 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtigst werk zijn 10. En 10 × 1000 sterk verdubbeld in getallen. Wat er verder volgt, Psalm 68, vers 9. Thank you.
Christus thuiskomen bij zijn vader, onze eerste gedachte, de zegentocht die hij maakt, het tekstverband gezien en gezet opgevaren. In de hoogte onze tweede gedachte, de gaven die hij uitdeelt. Daaraan die zegenwagen gebonden, de vijanden en de gaven die hij verdiend heeft, uitdeelt. In onze derde gedachte, de woningen die hij bereidt. Daar staat bij dat hij daar nu voor wederhorigen om bij u te wonen. Hij bereidt dus woningen voor wederhorigen. Wederhorig, dat zijn mensen die het wel horen, maar niet naar doen. Of ongehoorzaam zijn. En wat ligt dan de oorzaak? Hoe komt dat, gemeente, dat we niet naar Gods woord leven? En niet leven zoals de Heer het vraagt? En hoe komt het dat we van nature de dag des doods verre van ons houden? Dan komt omdat we het helemaal niet geloven. Gelooft u dat nu, gemeente? Wat we net zeiden, dat er één schreed is tussen ons en Gods aangezicht. Gelooft u dat nu? Dat als een mens onbekeerd sterft, Gods woord het zegt, de Heer zegt het 3 keer... achter elkaar, waar de worm niet sterft en vuur niet uitgeblust wordt. Gelooft u dat? Dat er nu een volk is, miljarden, miljarden, die hadden alles willen geven om nog 1 minuut in de kerk te zitten. Gelooft u dat? Dat er nu een schare is die niemand tellen kan, die niet meer terug zouden willen, omdat die verkregen hebben wat geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in het hart van de mensen niet is opgeklommen. En die er nu met de palmtak van de overwinning God eeuwig mogen groot maken. En voelt u dan, gemeente? Dan moet er iets gebeuren in het leven. Dan moet een ongehoorzame gehoorzaam gemaakt worden. En dan moet er wederhorig gewillig gemaakt worden. Johannes 3, vers 3. Tenzij de mens wederom geboren wordt, dan kan hij dat koninkrijk Gods niet ingaan. Het is aangrijpend, hè? Als de Heere dan wenende voor Jeruzalem staat, gelijk in hen hare kiekens, als een kip de kuikentjes, heb ik u willen bijeen vergaderen. En we hebben het niet gewild. Aangrijpen dat de Heere preekt, wend u naar mij toe en wordt behouden. En niet naar hem toewenden, maar afwenden. En dat hij dan zegt, komt, koopt, eet zonder prijs wijn en melk. En dat hij dan toeroept, zo iemand dorst heeft, die komen, die drinken van de wateren des levens, om niet. Want een mens wordt behouden in een godswerk, dat is waar. Maar een mens gaat verloren om eigen schuld. En hoe moet dat dan, zegt een kind, naar kinderen? Als de Heer nu in je leven komt, dan word je van ongehoorzaam gehoorzaam. Dan staat in Gods woord dat de Heer een gewillig volk heeft op de dag van zijn neerkracht. Dan ga je willen wat God wil. Ga je lief hebben wat God lief heeft. Dan krijg je betrekking op Gods woord, Gods dag, Gods huis, Gods inzettingen. Dan kun je het ook zien, gemeente. Aan gelaat, gewaad, praat en daad. De woorden zeggen, ze zit niet aan de buitenkant. Nee, dat doet het ook niet. Ze zit aan de binnenkant en als de binnenkant niet deugt, geeft er aan de buitenkant weer. Dat is erg, gemeente. Dat er mensen zijn die aan de buitenkant al blijk geven als kerkganger, als ze niks hebben met de dingen van de eeuwigheid. Dat is aangrijpend. Maar nu dat wonder van genade is, dat de Heere onwillige gewillig maakt. En nogmaals, dan is het geen slavendienst. Maar als de Heere je vanavond zou bekeren, dan krijg je tranen vanwege een droefheid naar God en die wil je voor heel de wereld niet ruilen. Dat wordt een liefdesdienst, die heeft mij nog nooit verdroten, zegt de dichter, hè. Abraham was zo'n wederhorige.
Abraham leefde in het land Ur voor de maan Gods zin en daar had die man best zijn plezier. En had hij wel oud willen worden en wel willen sterven. En dan lees ik in Gods woord, Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan. En wat gebeurt er dan met de vader alle geloof als hij bekeerd wordt? Niet wetende waar hij komen zou. Zou dan tegenwoordig gemeente de bekeringen zijn dat we gelijk weten waar we komen? Ik geloof het niet. Maar dan is de eerste daad is dat er een gewillig volk is op de dag van Gods heerkracht. En dan gaat Abraham uit, niet wetende waar hij komen zal. Rut, hoe moet het in je leven? Plezier, een huwelijk, man in het graf. En dan gaat schoonmoeder terug. En Rut, waarom blijf je nu niet daar in Moab? En dan gaat ze daar staan. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar begraven worden. Weet ze van Boas? Nee. Weet ze van de akker van Boas? Nee. Maar een betrekking op die God van Naomi. En een heimwee in de ziel. Je kunt ook uit de godsdienst gehaald worden. Ik zeg wel eens gemeente, er moet een dubbel wonder gebeuren. Als er iemand uit de wereld gehaald wordt, die moet stilgezet worden. Want godsdienstig mens moet eerst zijn vroomheid en zijn godsdienst kwijtraken en verloren raken om behouden te worden. Want dat stijgt tegen alles in gemeente als een mens naakt aan de dijk komt. En iemand die nu midden in de wereld leeft, die wil nog wel bekennen dat hij een groot beest is. Maar dan in de godsdienst gaat Saulus van Tarse voort. En als je vraagt, vriend, hoe gaat het? Dan had die man gezegd, wij gaan ten hemel in een erven koninkrijk. Daar twijfelde hij geen moment aan. En hij kon ze wel opnoemen, die tollenaren en die hoeren en die zondaren. Dat was toch een slecht volk, dat zou buiten staan. Dan had die man naar Damascus, u weet wat er komt. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En dan zegt die man, die had rector op een theologische school kunnen zijn. Wie zijt gij, Heer? Wat wilt gij? Wat ik doen zal? Dan krijgt die man een godsontmoeting. Een onbekende God, tuur van de wedergeboorte. En dan gaat die man 3 dagen niet eten, niet drinken, voelt u. En dan worden de wederhorigen gehoorig gemaakt. En dan denken ze, preek maar zo'n beetje mee. Als ze nu nooit meer wederhorig zullen zijn. Weet je wat die kerk wel eens vraagt, Heer, zou ik met de kennis van u nog eens iets mogen hebben van de eerste liefde. Dat is de teerste liefde. En dan kon er niks tussen, dan kon ze over een strootje niet heen. En dan moeten die mensen die dan denken, als ze dat volk horen praten, dat er honden zullen blaffen die ze nog nooit hebben horen blaffen. Dat ze dieper gaan graven, mensen, kinderen en meerdere gruwelen vinden. En dat ze zonder gemeente en haar aan loksem bekoord tegenkomen op hun eigen akker. Die ze meenden dat voor altijd dood waren. Dus die wederhorigen waren gewillig, gehoorig. En die dachten dat ze nu de zonde te boven waren. Maar wat de Heer nu laat zien, ze zijn het eigen bestaan nog niet kwijt. En dan worden ze bij de voordeur weer wederhorig. Ach, ga maar eens mee naar een Davids leven. Ga maar eens mee naar een Petrussen leven. En wat dat eeuwige wonder is, als Petrus met vloeken en eetzweren zijn meester verloochent, dan draait zijn meester zich om. En dan ziet Jezus Petrus aan. En dat is nu dat wonder, omdat het vast ligt in het verkiezend welbehagen en de roeping. En de verkiezing Gods onberouwelijk zijn. Er is geen afval van Gods volk, dat vrezen ze wel, dat is iets anders. Maar niemand zal ze uit mijn hand drukken. En dan weer wederhoren geweest. En dan Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. Volk, wat is dat weer een wonder. Als ik dan mijn ongerechtigheden zie. En dan
als ik dan weer zie dat ik als een schaap dwaal in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En dan de Heere dan soms weer een milde regen neerzendt op het bezwijkend erfdeel. Dan word je verbroken door de liefde, zijn onze ontrouw doet zijn trouw niet te niet. Dan hij maar een goede tierenkoning, dan hij een getrouw koning. Dan wordt het een wonder waar de dienst mee begon, die nooit laat varen de werken zijner handen. En dan kunnen we ook begrijpen, hè, dat ervoor staat, ja ook. Als het ware roept David dat uit. Dat dat nu juist zaligheid is, wat niet meer kon. En waarvan Gods kant een weg gebaand is voor wederhorig. En u kan vanavond, gemeente, niemand van u zeggen, dan kan het voor mij niet. Want we zijn alle wederhorig. Want dat is nu in het leven juist noodzaak om daar nu aan ontdekt te worden, vragen toch. Of u mag leren kennen hoe God naar u kijkt en zien wie u in het leven geworden bent, hè? Wederhorig. Maar die wederhorigheid, daar gaat de kerk mee over de wereld. Vrees je dat ook wel eens? Als je soms nog als een gewassen zeug terug zult gaan in de wentelingen van het slijk. Vrees je dat ook wel eens? Als een hond terug te gaan naar je eigen uitbraaks. O gemeente, dan moet er maar ietsjes loskomen van binnen. En daarom kunnen we ook begrijpen dat Gods volk moet ook sterven, dat is geen betaling, maar dan gaat dat laatste stuk van de mens dood, een afsterven van de zonde. Ik vraag u vanavond, ik vraag niet of u bekeerd bent, maar ik vraag wel of u een tweemens bent, kent u dat? Dat afsterven van de oude mens, opstaan van de nieuwe. En jeugd, dan heb je daar nooit geen last van gehad, maar dan krijg je in één keer, dan krijg je een strijd op leven en dood hier van binnen. De stond in het uur van die wedergeboorte al. En dan gaat nu heel het leven door. En dan kan Gods volk, weet je hoe doopformulier het zegt, is Gods volk antwoord. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Weet je wat Johannes schrijft in de brief? Mijn kinderkinders, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En weet je wat het wonder dan wel eens is, kinderen? Het kan soms zo donker zijn bij de kerk. En dan worden ze soms wel eens met gedachten bevallen van atheïstisch. Soms wel eens godslastelijk. Soms wel eens geloof je het nu alles, hè? Maar dat er dan toch wel eens tijden zijn, dan laat de Heer nog eens even naar zijn kerk merken dat hij er is. Ik heb wel eens tegen mijn catechisanten gezegd. Weet je, dat is net als dat jongetje wat een vlieger had. Jongetje had een vlieger. En ging achter, waren wolken. En toen zag hij de vlieger niet meer. Toen zegt dat jongetje tegen zijn vader, papa, ik ben mijn vlieger kwijt. Zijn vader zegt, geef me de klosjes. Zegt vader, nee mijn jongen, kijk maar, hij trekt. Ja? En dat is nu gemeend in het leven van de kerk. Dat gaat er nu nooit meer uit. Want er stond in het uur van de wedergeboorte, wordt die liefde erin gelegd. En als dan eens weer iets van die trekkende liefde ervaren wordt, ah, dan vallen ze aan Gods kant. Dat is goed wat de Heere doet. En zou het met heel de wereld niet willen ruilen. Hè? En nu straks gaat die wederhorige bij u wonen. De hemelvaart van Christus, Johannes 14, de discipelen waren ontroerd. En dan zegt hij, uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Gij zit opgevaren in de hoogte. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Wonen, gemeente, dat is waar je thuis bent, waar je jezelf mag zijn, waar de veiligheid er is, waar de geborgenheid er is. En dat is nu straks eeuwig. Kijk, Gods volk mag wel eens even schuilen bij de Heer. Maar ze blijven hier een vreemdeling. Wonen,
Dat doet u straks als u sterft naar de ziel. En op de jongste dag naar ziel en lichaam beide. Dan mag je eeuwig bij God wonen. En wat kan dat zondige hart daar wel eens naar verlangen? Nee, nogmaals, dat is niet altijd. Maar dat komt omdat van werken gemeente word je niet moe. Weet je waar je moe van wordt? Van zonde. Ze worden zo moe van hun eigen bestaan. Ze worden zo moe van hun eigen vlees. En dan komt er wel eens dat verlangen om zonder zonde voor God te leven. En dan zijn ze zo vaak niet eens met Gods weg. En wat is dan weer nodig? Asaf was een man en die was altijd in de kerk. Dat was zijn werk. Toch kerkte die man niet altijd. Maar dan moet Gods geest in meekomen. En toen werd die Asaf eens weer teruggebracht wie hij zelf was. Eerst was hij opstandig. Zie deze, hoe godloos en wreed zijn, evenwel bevrijd van leed. De rust volgt hen op alle paden en hun vermogen groeit steeds aan. En mijn bestraffing zal hem worden. Maar dan gaat de Heer hem in het heiligdom brengen. En dan mag hij een ogenblik kerken. En dan mag hij een ogenblik zien dat hij een wederhorige is. Een wederhorige blijft. Maar dan mag hij ook zien dat die wederhorige straks bij God mag wonen. En dan mag Asaf eronder komen. Ik ben een groot beest bij u. En u, Heere, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. En gemeente, dan blijft er bij Asaf maar één ding over. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op aarde, bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen in mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Hè. Ach, was die kerk toch gelukkig, hè? Ben je niet een beetje jaloers? En volk des Heer, zou je er niet een beetje zin aan krijgen om verlost te zijn en hem eeuwig te mogen loven zoals het scheppingsdoel was. Hè? En nu nogmaals gemeente, nu is het kleinste dat uit God is, dat is eeuwig rijk. En dat is eeuwig gelukkig. Maar ik geloof toch, wij leven bij een kinderdeel, zouden toch wel eens heimwee moeten zijn naar het vaderhuis. Als er toch leven aan de ziel is, en of dat een vingerhoed of een emmer is, dan moet er toch in een gezond kind het verlangen zijn om weer bij vader te zijn in het vaderhuis. Hè. En jeugd, als dan Gods volk is, mag zien dat de Heere leidt en dat de Heer aan het stuur staat, weet je dan. Dan geloven ze dat alle dingen moeten medewerken ten goede. En anders dan bijten ze als een hond in de stok. Maar als ze dan eens een ogenblik mogen zien met Hebreeën 12 vers 2. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen, de schande veracht. En nu zit hij daar. Aan zijn vaders rechterhand de woningen bereidt hij. Weet je, kinderen, misschien is het laat geworden. Maar nog één voorbeeld voor de kinderen. Hè. Er was eens een schip op zee en dat was zo in de stormen. En toen dachten ze, we verdrinken allemaal. Zelfs die doorgewinterde matrozen. Het was een schip en er was het gezin aan boord. De vrouw van de kapitein. Ik dacht dat het jongetje was. En ze waren allemaal bang dat ze verdronken. En een kleine jongetje van 6 niet. En toen vroeg die door de wol geverfde matroos waarom dat jongetje niet bang was. En weet je wat dat jongetje van 6 zei? Mijn papa staat aan het roer. Nou, en kinderen. Als dat nu eens soms bij Gods volk weer eens mag zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. U staat aan het roer. En dan ga ik Gods raad uitdienen, Gods tijd uitdienen. En dan zal heel die kerk na kortstondig ongeneugd eindeloos worden verheugd. Wat zal dat eeuwig meevallen? Hier een groot beest.
Hier een wederhorige opgezocht als een wederhorige, een wederhorige gebleven. En dan krijgt zo'n wederhorige straks die lange witte klederen, gewassen in het bloed des lams. En daarom zijn ze voor de troon. Amen. Eindigen met dankzegging. Heer, wat is uw trouwe zorg groot dat we samen mochten zijn. U bent de stille toehoorder geweest. Zou het zondige willen wegnemen wat niet was naar uw heilige vlekkeloze wil, maar het uwe willen gebruiken. En dan hebben we allemaal huiswerk gekregen, op en onder de kansen, ook de thuisluisteraars, heren. Zou u toch willen geven dat we mogen zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Gedenk bij het van hier gaan. Wacht op in eenzaamheid of als we al alleen thuis zijn en in alle moeite, zorgen en noden van het leven. Ziekte en welke kruis en drukweger psychisch ook mogen zijn, handicapt, heren, mogen het alles voor u neerleggen. En dat u nog zoudt willen betonen voor tijd en eeuwigheid uitkomsten te geven. Bewaar over de onveilige wegen en heb dank voor wat u schonk om Christus willen. Amen. Psalm 42, vers 1 is de slotzang. Tijgend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel. Verlangt naar God, Psalm 42, vers 1. Ga thans heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij
behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.